Centraal eindexamen voor scholieren in het voortgezet onderwijs gaat niet door. Vanwege het corona wordt het risico te groot geacht om in een zaaltje examens af te nemen. Bij grote aantal leerlingen. Ja, we gaan erover praten met Sharon Stellaert, bekend als onderwijsspecialist, geregeld in onze programma's. We hebben de afgelopen dagen met jou gesproken, Sharon, al een keer over dat de kinderen niet meer naar school gaan. Daarna ging het over dat er geen eindtoets kwam en nu geen centraal eindexamen. Dat is nogal wat eigenlijk wat er allemaal gebeurt, hè? Ja, zeker weten. En met name ook in het eindexamenjaar. Hè. Dat is gewoon een super spannend jaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en natuurlijk hun ouders en de docenten. Die al 4 tot 6 jaar bezig zijn om ze hiervoor klaar te stomen. Dus toen ik gisteravond zat te kijken naar de persconferentie en de maatregelen hoorde van de minister-president, toen dacht ik echt gelijk, oh, wat betekent dit voor de eindexamens? Ja. En ik natuurlijk niet alleen, maar eigenlijk heel onderwijsland die dacht denk ik hetzelfde. Dus vandaag kwam er een extra persconferentie van Arie Slob, dat is dan de minister van Onderwijs, om toch meer duidelijkheid te verschaffen over wat dit betekent voor het centraal examen. Ja. Ja, dat betekent natuurlijk nogal wat. Er zijn zo ruim 5000 examenkandidaten in Flevoland. Nou, voor hen heeft het grote gevolgen, dat kan niet anders. Nee, klopt. Wat er in ieder geval nu duidelijk is geworden vandaag, is dat er geen centrale examens worden afgenomen op de scholen. Dus eigenlijk dat vertrouwde beeld van een gymzaal vol met tafeltjes en een klok die indringend aan de muur hangt, ja, die zullen we dit jaar niet zien. Ja. Maar wat wel plaats gaat vinden is eigenlijk dat scholen de ruimte krijgen om in ieder geval tot en met begin juni zelf vorm en inhoud te geven aan het programma van toetsing en afsluiting. Dus er volgen nog wel, zeg maar, toetsen. Alleen het heeft niet het karakter, zoals we dat kennen, van het centraal schriftelijk examen. En dat is echt nou voor het eerst, volgens mij, sinds mensenheugenis dat dit zo plaatsvindt. Dus het is echt een unicum. Ja, en ik begrijp dat nu de docenten moeten gaan vaststellen op basis van onder andere die toetsen en zo die je noemt, of de leerling slaagt of zakt. Ja, want je hebt zeg maar altijd in een examenjaar heb je meerdere perioden van toetsing. Vroeger heette dat de schoolonderzoeken. Er zijn toetsweken. En je centraal examen zeg maar, is het laatste deel waarmee je dat hele jaar afsluit. Dus het hangt er wel voor sommige leerlingen vanaf. Ja, als ik die ruimte niet meer krijg om het centraal examen te maken, zijn er dan nog wel aanvullende toetsen om te zorgen dat ik toch nog mijn gemiddelde omhoog kan krijgen. En daar worden scholen nu zeg maar, aan het werk gezet om een aanvullend programma van toetsing in te richten voor leerlingen. Om ze toch een kans te geven om alsnog te slagen. Ja, en de vraag is natuurlijk, is het straks wel een eerlijk oordeel eigenlijk? Hè? Dat er, want het gaat toch om slagen of zakken, dat maakt natuurlijk heel veel uit. Ja, maar onderwijsminister Slob heeft gezegd van dit is gewoon rechtsgeldig. Dit is gewoon net zo geldig als ieder ander examen. Alleen het wordt gewoon onder uitzonderlijke condities wordt het afgenomen. Namelijk ten tijde van het coronavirus. Ja. En dat maakt het niet verantwoord om met elkaar in de gymzaal te gaan zitten. Want dat is gewoon ondoenlijk. Alleen al als je eraan denkt hoe al die leerlingen tegelijkertijd de gymzaal in en uit moeten. Dan kan je volgens mij nooit die anderhalve meter afstand hanteren. Nee, dat is duidelijk. Dus maar krijg je toch niet de situatie dat het toch ook door die uitzonderlijke situatie misschien toch iets makkelijker een oogje wordt dichtgeknepen voor zwakke leerlingen bijvoorbeeld? Ik denk het niet, want de toetsen moeten toch worden afgenomen. Dus het betekent niet dat er geen toetsen worden afgenomen. Alleen de manier waarop die toetsen wordt afgenomen, die verandert. En daar hebben scholen dus de ruimte om wel maatwerk te leveren. Dus dat betekent dat er zoveel mogelijk op afstand zal worden gedaan. En dat er dus gebruik wordt gemaakt van de technieken waarmee we nu ook thuis werken. Videobellen, et cetera. Dus het is echt een monsterklus voor scholen, denk ik, om dat nu allemaal georganiseerd te krijgen. Dus ik ben blij dat dat ook vandaag nu duidelijk is geworden en niet pas op 6 april. Want hoe langer je de tijd hebt om je hierop in te richten, hoe beter lijkt mij. Ja, maar wat zouden de leerlingen ervan vinden? Nou ja, in ieder geval blij dat er duidelijkheid is. Want ik denk, voor mij is het natuurlijk niet echt eens heel relevant. Maar ik zat gisteren al op het puntje van mijn stoel te luisteren naar die extra maatregelen. Dus laat staan dat je een eindexamenkandidaat bent of ouders of de mentor van zo'n klas. Dus het is heel fijn dat er nu duidelijkheid is. En dit is ook in lijn met het LAX. Hè? Dat is dat Landelijk Actiecomité voor Scholieren die ieder jaar zich ook met het eindexamen bezighouden. En in lijn met allerlei andere onderwijsbonden. Om in ieder geval en duidelijkheid te verschaffen en om de gezondheid van iedereen voorop te stellen. En niet dat het centraal examen kosten wat het kost moet doorgaan. Dus in dat opzicht
Is het in lijn, denk ik, met wat scholieren willen. Maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat het gewoon een hele rare situatie is. Ja, en toch, het is natuurlijk wel, er is duidelijkheid dat die eindexamens niet doorgaan. Maar ik kan me voorstellen dat er toch nog wel heel veel discussie gaat ontstaan over wat voor soort toetsen er nou nog precies op elke school komen. Ja, ik denk dat ook echt het laatste woord hier nog niet over gesproken is. En dat, nee, dat ben ik helemaal met je eens. In ieder geval 6 april, dan horen de scholen weer nieuwe zeg maar richtlijnen waar ze zich aan moeten houden. En tot die tijd moeten ze zich inrichten naar de richtlijnen van het RIVM. En ook wel zijn er extra richtlijnen specifiek voor het onderwijs waar ze een beroep op kunnen doen. Dus weet je, er wordt echt met man en macht gewerkt om, ja, dit mogelijk te maken. Dat is wel duidelijk. En ook wel om te kijken van, wat betekent het nou zeg maar voor de lichting studenten die volgend jaar gaan instromen in het vervolgonderwijs. Dus ja, op het mbo, hbo en universitair onderwijs. Is daar misschien nog iets extra's nodig? Kijk, en daar heb je natuurlijk iets langer voor om dat goed in te regelen. Ja, maar iets extra's nodig dat ze het misschien toch een stukje gemist hebben, bedoel je, deze maanden? Ja, precies. Want kijk, we hebben het nu, ja, het valt in die zin relatief mee. Want dit is nu een week en het centraal examen zou toch al begin mei starten. Ja. Dus nou ja, we hebben het misschien over effectieve maand wat leerlingen echt missen. Maar het is gewoon een hele rare periode waarin ze hun klas niet zien. Waarin er heel veel onduidelijkheid en onzekerheid is geweest. Dus ik kan me wel zo voorstellen dat er extra aandacht is voor deze instromers op het vervolgonderwijs. Al is het alleen maar een stukje verwerking van, ja, hoe heb jij dat nou ervaren? Hoe heb je het gedaan? En hoe heb je die periode ervaren? Ja, het lijkt me wel. Ja, we hebben het over de onzekerheid voor de scholieren, maar het zal ook voor die schoolleiding een enorme toestand zijn. Ja, ik zou niet graag in hun schoenen staan. Het is echt volgens mij is het een monsterklus. Want normaliter is het natuurlijk al een hele opgave voor scholen om die centrale examens altijd goed te doen. In te regelen, hè, met roosters, zorgen dat voor de beschikbaarheid, dat alle examens op tijd worden nagekeken. Dus dat is gewoon al een hele piekbelasting, zeg maar, altijd voor scholen rondom dat examen. Ja, en nu moet je dus overal opnieuw over na gaan denken. Ik bedoel, voor dat centraal schriftelijk examen zijn gewoon draaiboeken. Die kan je bij wijze van spreken zo uit de kast trekken. En het gaat ieder jaar volgens hetzelfde ritueel. En dit is gewoon allemaal nieuw, dus je moet overal over nadenken. Dus dat is echt, ja, heel pittig. Maar tegelijkertijd, als ik zie hoe het onderwijs heeft gereageerd, heb ik er wel heel veel vertrouwen in. Als je alleen al kijkt naar al die basisscholen die gewoon binnen 2 dagen, verreweg de meeste basisscholen hadden binnen 2 dagen een heel digitaal lesprogramma voor elkaar. Dat is echt ongekend. Hulde, hulde. Echt een ongekende situatie. Echt hulde, ja, klopt. Ja. En uiteindelijk zal het toch het eindexamen, want dat proef ik wel een beetje uit wat je net allemaal verteld hebt. Het eindexamen 2020 zal gewoon evenveel waard zijn, dat diploma, als van de voorgaande jaren. Nou, misschien nog wel meer. Want het is natuurlijk wel een proeven van veerkracht, hè, dit. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, bedankt dat je ons even wilde bijpraten, Sharon Stellaert.